De verzamelaar is een persoon die, bij wijze van hobby of tijdverdrijf, een collectie van een bepaald voorwerp aanlegt. Wijk TV De Valuwe maakte de volgende reportage voor u van De Verzamelaar. Voor De Verzamelaar ben ik vandaag in Kuik. Onze eigen oude trouwe Kuik. En ik heb bij me een fietslamp. Voor De Verzamelaar gaan we vandaag naar een soort van fietsenmuseum. En ik ga eens even kijken of de heer Bouwmans deze lamp al heeft. Goeiedag. Goeiedag, meneer Bouwmans. Ik heb iets voor u. Ja, ik zie het. Het is een mooi lampje. Mooi lampje, hè? Ja. Heeft u die al? Nee, die heb ik nog niet. Dat is een echt oud lampje. Ja. Ja. Kan die op een van uw fietsen, ja, denk die u? Die zou er wel op kunnen. Ja? Mogen we even gaan kijken? Ja, hier, kom, loop maar mee. Hoeveel fietsen heeft u ongeveer? Ik heb ongeveer 100 fietsen. 100? 100 stuks. Zo. En dat past hier allemaal op dit stukje grond hier? Ja, ongeveer wel, ja. Zo. Die heb ik gemaakt van allemaal oude tandwielen van fietsen. Ja. En die heb ik een beetje berekend. Welke maat ik moest hebben. En de tanden tellen. Ik had tandwielen van 32, 26, 22. En toen heb ik samengeperst. En toen lukte het. Ik kwam nog een paar minuten te kort. Ja, 10 minuten. En dan heb ik de slinger iets korter gemaakt. Ja, want dat is natuurlijk wel echt een hele berekening. Ja, om ze niet goed te krijgen. Ja, dan heb ik de slinger wat korter gemaakt. En nu loopt hij precies op tijd. Hij loopt precies op tijd. Het is wel een hele bijzondere fiets, hoor. Ik heb 2 maanden aan gewerkt. 2 tot 3 maanden aan gewerkt. Ja. Ja, niet elke dag, maar toch regelmatig. Ja. En hoe kom je op een idee om van een oude fiets een klok te maken? Ja, ik had al 100 fietsen heb ik. En een fiets met een klok erin had ik niet. Oh, ik denk, ik maak er een. En toen heb ik er een zomer aan gewoogd en dat is gelukt. Ik was blij dat het gelukt was, want ik dacht dus, het haalt niks uit. Maar ze zeggen namelijk, ik kreeg aan mijn tegenwind, zei dat gaat niet met tandwielen en dat gaat niet. En dat komt precies hier en dat komt op een millimeter nauwkeurig. Nou, dat viel wel mee, want de tandwielen zijn ook niet precies van een fiets. Dus het is gelukt en precies op tijd. En precies op tijd? Ja, en meer. Ik heb een slag opgemaakt. Ja. Nu horen wij hier op de achtergrond ook alweer iets slaan. Dat is ook een soort van klok of zo. Ja, die dat is een Franse. Die heb ik uit Frankrijk. Uit Frankrijk gekregen. Ja, gekocht dan. Ja. En die heb ik gerestaureerd. En die heb ik daar neergezet. Die staat altijd in weer en wind. En loopt altijd. Ja. Loopt altijd. Ja. En Del zei, dat moet ik kappen van. Ik zei, dat hoeft niet. Die tandwielen zijn zo grof en zo groot. En drop die water doet er niet toe. Nee, dat maakt niet uit. Die loopt gewoon altijd. Ja, en die komt uit Bochum, uit Duitsland. Ja. In Duitsland van 1928. En die loopt ook feilloos. Ja, en waar hebben die klokken vroeger dan gestaan? Die had in Bochum in een kerk gestaan, die. Oké. Okay. En die had in Sint-Nicolaas gestaan in België. Ja. Die. En daar is een Franse. Die komt uit Frankrijk. Die is in Frankrijk in de kerk gestaan. En die is ook weer hier terechtgekomen door een handelaar. Die heeft die meegebracht. Hoe kom je als fietsenverzamelaar dan eigenlijk toch bij al die klokken? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik zag die klok een keer staan. En ik denk, daar heb ik wel interesse in. Ja. Techniek vind ik mooi. En toen ik die klokken had, heb ik ook die fietsklok gemaakt. Ja, ja. Dan weet er iets meer van af, hè. Ja, en de overeenkomst is tandwielen in een fiets, tandwielen in een klok. Ja. Alles wat tandwielen is, dat past hier. Ja, dat past, ja. Die heb ik in 94 gebouwd. Dat is een klompen met klompen, die loopt. Ik kan hem lekker een paar meter laten lopen, als je wilt. Ja. Oh, voorzichtig, hè. De tandwielen zijn het die het hem doen, hè? Ja, de tandwielen aan de ketting. Ja, hier zitten luchtremmen op. Ik heb hier luchtremmen op gebouwd. Hij pompt automatisch lucht. Dit zijn de remblokken. Ik kan wel eens even proberen. Ik zal even lucht pompen, ik heb te weinig. Normaal gehad.
Kijk, dan vallen de klompen vallen op de... Vallen op de wiel, dat zijn de remmen. Ja. Nou, daar is over nagedacht, hè? Dat is hobby, hè? Ja. Ik heb er een maand of 8 aan gewerkt. Ach, ja, 8 maanden heb ik er aan gewerkt. Want hoe lang bent u al bezig met de verzameling? Dikke 50 jaar. Dat is al een hele tijd, dus? Ja, dikke 50 jaar ben ik ermee bezig. En weet u nog hoe het ooit begonnen is? Ja, dat weet ik ook nog. Ik was in Groesbeek en ik kreeg een fiets. Die vrouw had een fiets, dat weet de vrouw. En die had een fiets zonder ketting, met een kardan. Is iets van jou, Tony, kun je zo meenemen? Ja. Dat wil ik wel hebben. En ik reed de motor. Ik kon die ding aan de schouwer en ik zie op huizen gereden. Heb die gerestaureerd. En zo is dat begonnen. Toen had ik die ene fiets. En dan boren ze, ja, daar willen ze geld voor geven. Die wou komen, die wou die hebben en deze wou die hebben. Ik zei, dat wil ik niet. Ik zei, ik hou hem alles. En toen heb ik er eentje bij gekocht. En zo is het eigenlijk aan de gang gebleven. Maar die fiets die u toen kreeg, dat was dus al toen al een oude fiets? Ja, dat was een oude fiets met kardan. Ja. Ik heb ze erachter om kunnen duiken, eens kijken. Die heeft u nog, de allereerste fiets? Ja, die heb ik nog. Nou, daar gaan we zeker even kijken, hè? We kunnen er meteen toe lopen, ja? Ja, dat is goed. Was deze fiets met een kardan. En wat is dat precies, een kardan? Kijk, zonder ketting. Ah. Kijk. Oh, dat is makkelijk. Kan die ook niet eraf lopen. Nee. Kijk. Zo. Heb ik hem gerestaureerd? Ja, ik heb die banden laten liggen, want die waren versleten. Ik denk, dan kun je ook zien hoe dat vroeger was. Ja. Ja. Zo, dat is echt dat een oudje dus. Ja, dat is een oudje. Ja, 1905. Ja. Staat er op 1905. Ja. Een Franse fiets. Is die nou ook nog iets waard qua geld, zeg maar? Ja, het is wat er een jaar vergeeft, zeg je. Oké. In elk geval, prijzen zijn ze wel. Als je die moet kopen, ik denk dat je al een 107,5 kwijt bent voor zijn fiets. Ja, ja. Als je die wilt kopen. Ja. Nou, en Fransen, en tandem met ovale tandwielen. Kijk, die zijn hier rond. Die zijn hier rond. Dat is ovaal. En dubbele besturing erop, want in het Frans, hè, en in Frankrijk mocht de vrouw al voorzitten. Dat was hier in Holland niet, hè? In de 30 jaren. Nee, de vrouw moest altijd achter zitten. Maar in Frankrijk, de Fransen die vonden dat de vrouw voor moest zitten en de man achter. Kijk, galant, hè? Ja, galant. Ja, galant. Maar de man kon wel bijsturen. Voor het geval de vrouw niet de verkeerde kant op ging. Als je s'avonds de café voorbij ging, dan kon die man wat bijsturen. Hè? Oh ja. Daar zal er wel voor geweest zijn. Ja, zo van we gaan hier een wijntje halen. Ja, we gaan daar een wijntje drinken. Ja. Kijk. En waarom is dat tandwiel ovaal? Wat maakt het uit tegenover een rond tandwiel? Dat is om een dode punt op te vangen. Als het tandwiel zo is, dan is het kleiner. En dan kun je meer kracht zetten. Maar als je voorbij bent, dan wordt het dan weer groter en kun je meer kracht zetten. Ja, ja, oké. Dus dat fiets iets makkelijker met een tandem. Ja, ze worden nog gebruikt. Shimano heet die gemaakt. Biopace noemen ze die, maar die is niet zo extreem. Dat is maar anderhalve tand. Je hebt ook eenwielers en brandweerfietsen. En een brandweerfiets heb ik hier staan. En nog 100 andere fietsen. Ja. Een brandweerfiets. Is deze echt gebruikt ooit? Ja, die is gebruikt in Italië op de olieraffinaderijen. Daar kon ze over tussendoor fietsen. Die kon ze aansluiten op de stadswaarder. Sirene erop, er zit nog sirene op. Sirene op de fiets. Zo, die kon je aanhoren komen? Ja. Dat was, die heb ik ook via heb ik die heb ik in Frankrijk gekocht. Dit is Michaud, dat is een naar de loopfiets is deze fiets gekomen. Die had een loopfiets, had je. Die heb ik ervoor staan, een loopfiets. En die Fransman, die Michaud, die maakte nog pedalen aan, dan kon hij fietsen. Ja. En toen was de fiets eigenlijk geboren. Ja, maar deze is ook nog zonder ketting of zonder... Ja, daarom hebben ze die tandwielen zitten, of die trappers zitten rechtstreeks aan het voorwiel. Dus als je één keer rond wordt, word je maar 2 meter weg, man. En toen is die een Engelsman, die heeft er een tandwiel op gemaakt. Die heb je gewoon gebouwd om dat u leuk vond? Ja. Ik heb, hier heb ik de rem zitten.
Daar heb ik mijn gebit in zitten. Dat die beter rende. Ik durf het bijna niet te vragen, maar van wie is dat gebit? Dat was van mijn vader. Die had hij niet meegenomen toen die pijp het ging. Ah. Had hij in de kerst laten liggen. Ik denk, nou, dan bouw ik erin. Ja. Nou ja, zo is hij nog ergens goed voor. Ja, je ook na het zeggen. Als je de tanden in de band zet, dan staat hij stil. Ja, dat is een gaasmauwer. Al die fietsen die u hier heeft, hè, waren er nog meer ooit in uw leven? Heeft u de fietsen ook opgeknapt en weer weggegeven of verkocht of zo? Ja, of, ik kan eens in de schuur kijken, daar eens. Kijk eens kijken. En, kijk er langs. Ja. Oh. En ik ga het. Oh, die is er nog open. Kijk, heb een paar fietsjes dan. Zo. Nou, hier staat ook wel heel wat jaren, of niet? Ja, hier staat mijn hele verzameling staat hier. Ja. Ja, ook hele aparte fietsen erbij. En ja, ik kan ook niet alles buiten zetten, nou. Maar dat hoeft ook niet, maar... Kijk, dit is een stap weer met voorwielaandrijving. Ik heb een stap met voorwielaandrijving. Daar heb ik, daar staat weer een fiets met... Hefbomen aandrijven, met staaldraad aandrijven. Aan mijn kinderfiets hier bovenop staan. Ja. En ze doen het ook allemaal? Ja, het werkt allemaal. Ja. Ja. Want hoeveel heeft u in totaal? 100 stuks. 100 stuks? Ja. Ja. En we zagen u in het verleden wel eens door het dorp rijden. Als er iets te doen was of zo, dan werden er een aantal fietsen uit de schuur gehaald en dan ging u ermee op pad. Ja. Ja, met speciale gelegenheden. Ja, een speciale gelegenheden. Ik ga af en toe ook nog eventjes met de fiets door Kuik heen, maar dan pak ik een driewieler of zo. Omdat ik een beetje evenwichtstoornis heb, vanwege die ziekte van mij. Ja. Ik heb botkanker. En dat wil niet zo best meer. Hè. Nee, en dan wordt het wel heel erg moeilijk om op een eenwieler te gaan zitten. Ja, hè? Dat is heel moeilijk. Dat moeten we niet doen, hè? Nee, dat doe ik ook niet. Nee. Oh, en hier heb ik een fiets dan met zijspan. Heb ik ook in Engeland meegebracht, deze. Fietsje met zijspan. Oh ja. Oeh. Oké. Okay. Dat is echt om een kind in te zetten. Ja. Foto. Er zit de oorlog in. Oh. Hebben ze veren voor, maar geen banden aan te komen. En daar hebben ze toch veren opgemaakt op dat wiel. Kijk dat je toch een beetje vering hebt. Dus waarom heet deze dan een parachutistenfiets? Kijk, die kun je helemaal opvouwen. Die had een parachutist had die op de ransel achter. Ah, kijk, die hebben ze echt meegebracht vanuit het vliegtuig. Kijk, en pedalen kun je inschuiven. Het is heel primitief gemaakt. Je kunt ook kijk naar de pedalen. Oh, ja. Je kunt hem opvouwen. Kijk, of voor stuur kun je dubbel vouwen. Kunnen we helemaal dubbel vouwen? Ja, en die hadden ze op de ransel, die militairen die van boven kwamen. Ja. Ja, dat is een oudje dus ook. Ja. Waarvoor gebruikt u dit? En vroeger moest een smid met de hamer iets smeden. Hè? Ja. En dat ging automatisch met dit. Aha. Je hoeft je maar iets onder te houden en dan wordt hij kort geslagen of gesmeed. Ja, dat is een vervanging voor de smeehamer. Ja. In Duitsland gekocht, op een rommelmarkt eigenlijk. Die man had er een fiets bij liggen met een ploegschaar eronder. Ja. En er stond een hoop volk omheen. Niemand wou, ja,
Ik weet niet, ik zei tegen die man, ik zei, we kosten 200 mark, zei hij, zo neem ze mee. Wat, de mens naar me lachen, zei, wat moet je toch met zo'n fiets? Ja. Maar ik verzamel fietsen, dus die, dat vind ik geweldig, zo'n fiets, die kom jij nooit meer tegen. Nee. En daar heb ik dan, het is wel een beetje, de ploegboer zit erop en de vrouw moet trekken. Ja. Maar, dus, ja, dat moet iemand doen, want alleen met ploegen, alleen kun je dat niet. Dus je moet iemand hebben, dat als je geen pony of paard hebt, dan moet je de vrouw ervoor zetten. Oh, ja. Komen daar vaak mensen kijken hier, naar uw verzameling? Ja, maar ik ben de laatste jaren niet meer, omdat ik doe dat nog niet meer. Nee, er komen er af en toe wel eens mensen bellen en de vrouw, komen ze eens vragen. Toen ik zei, nee, doe het niet meer. Oh, is jammer. Ja. Dat houdt alles op, hè. Ja. Bent u in het verleden wel naar beurzen geweest of uitwisselingen van fietsen? Beurzen hou ik erbij. Ik heb een toertouw daar door België gemaakt met fietsen, met antieke fietsen. Oké. Okay. En het waren leuke dagen. Ja. Yeah. Konden we daar slapen en dan hebben we twee of drie plaatsen hebben we daar gehad. Waar iets speciaals te doen was. En dan heb ik mijn fietsen neergezet. En dan de volgende dag gingen we ergens anders naartoe. Ja. En dit is die hoorns die heb ik gekregen. Die lagen bij een slagerij, lagen die. En die man was dood en toch zat een paar jaar daarna ik eens kijken of die niet los kan krijgen. Ja. En heb die los gekregen. En ik dacht, ja, maar je moet er wel iets van maken zitten, anders krijgen ze niet. Toen heb ik daar een stuur van gemaakt, maar toen moest ik er een fiets bij maken, want deze kon ik niet op een gewone fiets zetten, ging niet. Dus heb ik er een fiets bij gemaakt. En dat is heel aardig gelukt. Nou. Ja. Zeker een bijzonder stuk hoor. Ja. Heeft u ook wel eens dingen in opdracht gemaakt? Dat mensen zeiden van nou, ik heb hier iets ouds en ik wil er iets maar, van maken. Dat heb ik nooit gedaan. Ik zei nee, dat doe ik niet, want ik heb te veel werk voor mijn eigen. Ja. Dit is een Amerikaanse. Is niet zo oud, maar het voordeel is, als je met dit trappen gaat voor je ook mee, zie je. Oh ja. Daar zit een tandwiel op met een kabel. En die drijft het voorwiel op. Ja. En gaat hij daardoor ook sneller dan? Ja. Sneller niet, maar je kunt beter door de blubber heen. Oh. Omdat twee wielen die niet. Met voorwielaandrijving. Ja. Dit is ook een Amerikaantje, heb ik vorig jaar gekocht. Een spoorfiets. Van Spoor. Oh ja. Die komt. Die man had er twee gekocht in Amerika. En. De slechtste die verkocht, die heb ik gekocht. En de beste is alles gehouden. Dat is met dubbele aandrijving. Je kunt hier achterop fietsen. Maar als je dan berg op moet, je kunt het niet halen. Kun je maar extra wat power geven. Dan zeg je nou, het is gelukt. Ja. In de bergen. Ja.